Deze nieuwe vlog. Oh mijn god, jongens. Ik word dit weekend 16. Nee, ik heb geen idee wat we dit weekend allemaal gaan doen. Ze doen allemaal heel erg geheimzinnig over. Misschien gaan ze dat in deze vlog wel aan jullie vertellen. Maar ik weet er nog niks van. Dus ik ben heel benieuwd. Ze zeggen wel dat ik morgen word ik 16. Dat ik morgen een chique outfit aan moet doen. Dat is het enige wat ik weet. Voor de rest, ik heb geen idee. Maar we gaan het allemaal zien in deze vlog, jongens. Nou, we gaan zo meteen de taart ophalen. En jullie gaan nog even langs de party shop. Ja. En ik mag daar niet mee naar binnen. Nee. Dus dan moet je zomaar even wat dingetjes vertellen aan de vlog. Ja, is goed. Oké. Het is wel een beetje een rare dag vandaag, hè, Roep? Ja. Nou ja, een vriend van mij die is veel te jong overleden. En vandaag was zijn uitvaart. En voor zijn uitvaart toen heeft hij met zijn werk vrachtwagens is hij hier door het stadje heen gereden. Ja, dat was heel bijzonder. En ja. Heel erg mooi. En daarna was de uitvaart live te zien op YouTube. Dus ja. Dat hebben we ook even gevolgd. En gehuild. En gehuild, ja. Dat is gewoon heel erg zielig. De hele dag wel een beetje even gekke rare dag. Sfeer, maar... Ja. Nu gaan we wel weer even wat leuks doen. Ja, precies. Even weer even opvrolijken. Yes. Hallo. Hi. Oh. Oh, buigen. Je buigt hem gewoon en dan... Ballonnetje erop, je buigt hem. Deze meneer gaat ons even helpen met de tank in de auto zetten. We gaan de taart ophalen. Oké, we gaan mijn birthday foto maken. We hebben hier dus twee standaarden staan en daar hebben we een rol voor nodig. Dus zeg maar dat hier een stang van de ene kant naar de andere kant oploopt, zodat we gordijnen hier aan kunnen hangen. We gaan ook de taart op de foto zetten die we net hebben opgehaald. En wat we ook hebben gedaan, dat is ook wel heel erg leuk. Kijk, we hebben cadeautjes ingepakt. Nou, tenminste mama. Ik geef de credit aan mama. Cadeautjes ingepakt. En die gaan we dan ook bij de foto neerzetten. Ja. Zwaar of niet? Ja. Oh, die kleur is mooi erbij. Ja. Je moet hem recht houden. Je moet nu schuin. Zwaar, de ding. Niet normaal. Ja. Kun je een beetje met die kant? Jongens. Deze moet weer in de schuur. Nou, ik ben over een kwartier jarig. Ja, ik ben mijn jarig. Nog één minuut! Maar ik moet nog even foto's uitkiezen. Nee, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. En ja! Ik heb besteld dat ik mezelf uitkiezen. Maar ik ga het even aan jullie laten zien. Ik ben heel benieuwd hoe alles staat en of ik het pas. Oké, ik ga.
hadden gezien net, had ik de kleren van Goods & Gusto ontvangen van hun. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind de items echt super leuk. Ik ga ze ook even aan jullie laten zien als ik ze aan heb. Want dan kunnen jullie ook een beetje kijken hoe het staat. En ja, als je het leuk vindt, kan je ook even een kijkje nemen op de site van Goods & Gusto. Want daar ze hebben gewoon hele leuke kleding. En ik ga het nu even voor jullie aantrekken. Oké, jongens. Als eerst heb ik deze hoodie. Ik vind deze echt super vet, omdat het dus zo'n tekst op de achterkant heeft staan. En van de voorkant is die gewoon lekker zwart, lekker basic. Oké, nu heb je echt een hele leuke, ja wat is het? Poederroze of zo? Poederroze hoodie. En daar staat, mood is food jongens. Of course. Ik heb hier nu een heel erg leuk blouseje aan met een tijgerprintje. En met een blouseje kan je zeg maar gewoon twee dingen doen. Ik zal het even laten zien. Ik kan het zo doen erin. Maar je kan ook je blouse gewoon knopen. En dan ziet het er zo uit. En dan heb je misschien een iets stoerdere look. Als jij dat misschien leuk vindt. Dus je kan eigenlijk een blouse gewoon op twee manieren dragen. Oké. Ik heb nu een heel basic shirtje aan. Daar staat Guts op. Maar met zo'n basic shirtje kan je gewoon heel erg leuk combineren met een joggingbroek. Maar ik heb een hele leuke jas die ik hierbij aan ga doen. Dus die ga ik even pakken en dan zien jullie de hele outfit. Oké, jongens, ik heb die jas aan en het is echt een hele leuke winterse outfit. Kijk maar. Dus jongens, ik ben heel erg blij met deze superleuke outfit. Echt niet normaal. Ik ga er zo ook even een fotootje mee maken. Misschien heb je hem al op mijn Instagram gezien, misschien nog niet. Ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij wel. Maar check even de site van Goods & Gusto, want het is echt top. Echt superleuke kleding. Thank you, Goods & Gusto. Oh, jongens, ik zie er echt niet uit. Oh, wat erg. Jongens, de kamer... Oh, wat heftig. De kamer is helemaal versierd. Kijk nou. Zo leuk. Oh, maar de tafel is nog niet helemaal klaar. Maar het is helemaal leuk versierd. Met allemaal cadeautjes. Maar dit zijn nep cadeautjes. Het is mijn kaart. Ik ga hem Mama, moet ik hem eruit halen, mijn kaart? Oké. Ga het zo voorlezen. Oh, wat leuk. Inhalen en word je grote lieve broertje. Wat ben ik toch ontzettend trots op je. Met alles, met alles. Je school, zingen, carrière en YouTube kanaal. Ik hou heel veel van je, Sussy. Ik moet er een eind aan maken, want mijn pen is bijna op. Ja, hij is er echt bijna op, dus jij. Dat, jij bent de grote tikker. Mag je best doen? Lieverd, van harte gefeliciteerd met je 16e verjaardag. Dat gaat de tijd toch... Ja, toch snel moeten zijn. Toch snel. Ik heb mijn foutje gemaakt. Helaas door COVID-19
kunnen we niet veel leuks doen, maar we gaan er een leuk, hele leuke en gezellige dag van maken. Want je wordt maar 1 keer 16. Hele dikke kus en knuffel van papa, mama, Roei en Leven. Kijk, dat het zo goed in die kamer. Kijk! Die wilde je graag. Ja, hè? Deze is echt heel mooi. Mooi. Echt heel mooi. Dat is niet. Oké, even allemaal stilte nu. Leven van ons. Ik moet niet huilen, hè? Misschien een beetje. Maar ik denk het niet. Oké. Okay. Deze zus, dat krijg je. Jee! Wacht, hè? Heel goed dat ik gisteren zei. Ja, dan zou ik gaan voor een tattoo. Ja! Lieve, lieve, lieve grote zus. Happy birthday, girl. 16 jaar alweer. Wat word je toch groot? Je bent niet meer mijn kleine zusje, maar mijn zus en een vriendin. Dan ben ik toch ongelooflijk trots op jou. Hoe jij het allemaal doet, daarom... Punt! Punt! Hoe jij het allemaal doet. Moet ik het voorlezen? Nee. Oké. Okay. Daarom dit mooie cadeau voor jou. Wij zullen ons leven lang met elkaar verbonden zijn. Met ons bloed, maar nu ook met deze mooie tattoo. Big kisses from your sis. Dankjewel. Alsjeblieft. Op welke plek ga jij het doen nu dan? Ja, ik denk hier. Oké, ik op die, maar dan de rechterkant. Ja. 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 Ben je blij met je kijk, wat ik ook nog heb gekregen. Ze luchtje het van die ik heel lekker vind. Zo leuk. Dat is echt mijn lijfgeur. Hè? Oh. Ik krijg nu elke dag naar mijn mama. Wat heb je nog meer gekregen? Dit horloge. Kijk, ik krijg dus een f***ing tattoo van Ruby. Deze, maar deze heb jij dus getekend. Ja. Dit was die juiste, ja. Deze gaan wij laten zetten. Maar dan wel anders. Anders, maar met, ja. Voel je een beetje, ja? Een klein beetje? Een beetje heel erg, ja, nu. Oké, papa en mama zijn eventjes weg. Ik heb geen idee waarheen. Maar ik heb nu deze outfit aan. En we gaan zo meteen ergens heen. Ik heb geen idee waar we heen gaan, maar dat gaan we allemaal zien, hè? Maar gewoon vertrouw mij. Ja. Oh, mijn wekker gaat af. Dit is een goed timing. Auw! Nou, Kia, hou je ogen dicht. Met je hoofd tegen de balk. Nee, met mijn vinger. We moeten wel even heel erg veel lopen. Niet je ogen open doen, hè? Ik leid jou. Je loopt nergens tegen. Mama, heel even hier blijven. Niet kijken. Ja. Heel dicht. Ik loop ook bij. Nee, kijk, ik kijk niet. Niet kijken, hè? Ik kijk niet, Ruby. Oké. Okay. Ik heb wel de neiging. Nee, hoeft niet. Niet kijken. En loop je al echt? Ja. Oké, okay, deze stoppen. Leven. Lopen we nu een beetje omhoog? Leven opzij. 1, 2, 3. Gaan we weer hun te horen. Oeh, zo dichtbij. Ja, dat is het. Nou, daar sta ik dan. Buiten gesloten. Nou, jongens. We hebben vandaag een hele leuke dag gehad. We hebben een leuke dag, want we gaan nu naar de bioscoop. Naar welke film gaan we? Casanova. We zitten nu in
hele bios. Oh, het ziet er echt niet uit. Ineens was het geluid hard. Ik heb er een beetje zin in, Robbie. Nee. Je bent wel moe, hè? Ja. Vond je het leuk? Hoe vond je de film, mama? Ja, dat was leuk. Ja, hè? Je bakken veranderde ineens van een schatje naar iets heel iemands moois. Waar is jouw mondkapje? Oh, in de tas. Oh jeetje. Ik zie er ook echt met glittertjes uit, hè, in de bioscoop. Het is toch apart, hè? Dat geeft niet, schat. Niemand weet hier dat jij Sweet 16 bent op een feestje. Nee, daarom. Oh, ik vind het wel een soort van eng. Ik ga jou even goed vallen. Ik heb hakken aan. Ik zie hem al van boven. Doe normaal. Oké, nou, ik moet naar beneden komen. Het is weer heel erg geheimzinnig. Mag ik al kijken? Nee hoor, kom maar. Oh. We gaan pannenkoeken eten. Sushi man, ik rook het al. Het vind je zo lekker. Ja. Dat is echt lekker. Het allerlaatste. Ja? Oh. Verrassing bedoel ik. Het is echt lekker. Maar wel de allerlaatste verrassing voor vandaag. Nou, dat ben je wel echt verwend, hè, meis? Ja. Aansnijden. Maar volgende week is het dus pakjesavond en wij gaan loodjes doen. Dus ik ga die van mij ook even invullen, maar ik heb geen idee wat ik om moet schrijven. Vind je het een beetje moeilijk, mama, wat je moet opschrijven? Ja. Oh. Ik weet het niet. Kijk even of je het zelf bent, en als moet die... Oké. Ja, ik ben het zelf! Nee joh! Hoe dan? Oké, nog een keer dan. Oh mijn god! Nee, ik heb weer mezelf! Waarom trek ik altijd mezelf? Nou, we moeten weer opnieuw, want mama trok als weer zichzelf, dus ja. Oké, nog een keer. Nou jongens, ik ga de taart uit de schuur halen. Het is eindelijk tijd om de taart te gaan proeven. Jongens, het is echt lekker. Dit is de smaak Oreo met aardbei. En nog iets volgens mij. Nou jongens, dit was mijn vlog van mijn verjaardag. Ik heb echt een top weekend gehad. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!